Peter van Zutphen is gestopt als wethouder en is terug naar de gemeenteraad. En is opgevolgd door Alette Vrusch. Die is pas 31. En daarom is de gemiddelde leeftijd van de wethouders hier in Heerlen opvallend laag geworden. Was het eerst nog ongeveer 42 jaar, is dat nu nog maar 34. Een jonge club met een stad met aardig wat uitdagingen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou ja, volgens mij, we zijn allemaal echt enorm, we hebben enorm veel ambities allemaal en we gaan er allemaal enorm voor. Ik denk eerlijk gezegd dat het een voordeel is. Ik denk des te meer energie en die breng ik ook heel graag in, met veel plezier. Wordt u al senior genoemd? Ja, in dit college wel inderdaad, dat klopt ja. We zijn eigenlijk een heel jong college, maar dat brengt ook een heleboel nieuwe en jonge energie met zich mee. Ja, dat is heel erg leuk om te zien. Ik was inmiddels een dik 9 jaar geleden met mijn 28 de jongste. Dat heb ik 2 colleges lang kunnen volhouden, maar inmiddels ben ik aan alle kanten ingehaald en behoor ik tot het oudere gedeelte van dit college. Zowel collega Clemens als ik zelf zijn bijna 10 jaar onderdeel van het college. Dus wat dat betreft zit er en ervaring en jeugdig enthousiasme echt in dit college. Ja, voor mij is dat echt een ideale combinatie. Hè, plus die drive die er bij iedereen in zit. En ik denk eerlijk gezegd dat je ook vaak dingen los kunt trekken als je inderdaad met een nieuwe blik, met een frisse blik, met een jonge blik naar problemen die soms al heel erg lang liggen, durft te kijken en kunt kijken. Nou, wat je merkt is dat hier een nieuwe wind waait. Echt er zit energie in dit college. En daardoor kijken we ook altijd, hoe kunnen dingen anders, hoe kunnen dingen beter? We hebben veel contact met buiten. Ja, en hoe nemen we dat mee naar in de gemeente? Ik denk dat het ook gewoon aanstekelijk kan zijn. Ook naar buiten toe. Als je een jong team bent en als je er samen voor staat en als je er samen voor gaat. Ik denk dat dat gewoon ook heel leuk kan zijn. Wat zijn nog kenmerken van een jeugdig college? Ik denk ook wel een beetje plagen. Hoe heet de groepsapp van het college? De college-app. Wie deelt de meeste rare plaatjes? Enig idee? Nee, ik zou het niet durven zeggen. Wie is dat? Marco Peters, ja. Absoluut Marco Peters. Marco Peters. Daar hoef je niet over na te denken. Nee, daar hoef ik helemaal niet over na te denken. Ja, dat zou nog wel eens kunnen. Maar ja, goed, ik zeg, je moet de sfeer erin houden. Heeft u daar al eens in op moeten treden van nou? Nee. Ja, met alle respect. Mijn collega's zie ik meer dan mijn vrouw en mijn zoon. Dan mag er ook wel eens gelachen worden. Ja, zeker, zeker. En dat doen we ook echt met regelmaat. Maar het is toch prachtig dat je ook lol met elkaar hebt. Laat die uitdagingen maar komen. Ja, zeker, zeker. We gaan gewoon flink verder voor Heerlen. En er is nog een heleboel te doen.